groot feest bij atletiekvereniging AV Phoenix in Utrecht na de gouden race van Daphne Schippers gisteravond. De Utrechtse werd voor de tweede keer wereldkampioen op de 200 meter sprint. Bij AV Phoenix waren gisteren atletiekwedstrijden waar enkele honderden sporters aan meededen. Na de laatste wedstrijd zagen ze hoe Schippers in een spectaculaire race haar gouden medaille prolongeerde. De blijdschap in Utrecht was groot. Leuk om te zien dat ze in de series en de halve finale zoveel overmacht had en dan in de finale het echt gewoon weet te doen. Echt fantastisch. De 64ste Woerdense vakantieweek is regenachtig begonnen. Toch waren er veel kinderen op de kinderbingo afgekomen dat van het hoofdpodium naar de grote tent was verplaatst. Voor oudere feestliefhebbers staan er dit jaar weer verschillende topartiesten op het exercitieveld. Deze editie treden onder andere O'Jean, Walter Kroes en de Golden Earring op. De organisatie merkt dat de Woerdense vakantieweek populair is voor vaderlandse sterren. Die vinden het heel erg leuk. Er zijn ook echt artiesten die ook zeggen van die komen na een aantal jaar komen ze weer een keertje langs. En die herinneren zich dan bijvoorbeeld ook een keer dat ze hier hebben gestaan terwijl het regende. En dan staan ze er een keertje terwijl de zon schijnt. En het is altijd een druk bezocht festival. Het is echt heel leuk. Ja. Alle inwoners van Bunnik zijn uitgenodigd op het afscheidsfeestje van burgemeester Hans-Martijn Ostendorp. Op 4 september is er een receptie voor de vertrekkende burgervader die aan de slag gaat als algemeen directeur bij voetbalclub De Graafschap. Ostendorp hoopte voor zijn vertrek nog veel inwoners te spreken, zei hij eerder. De bijeenkomst begint om 8:30 in de landgoederij aan de Kamminga-laan. De Walk Art Markt in Zeist trok vandaag een hoop kunstliefhebbers. Zo'n 140 kunstenaars verkochten in kraampjes hun werk. Dat varieerde van beelden tot natuurfoto's. Ook konden bezoekers zichzelf door portretschilders laten vereeuwigen op canvas. De Zeister zanger André Schrijmel was er vanochtend ook al vroeg bij om in het park te zingen. Dat is volgens hem tenslotte net zo goed kunst. Ik loop vandaag door het park heen. En ik ga overal zitten en zing liedjes om een beetje sfeer te maken en gezelligheid te maken. En voor mij is het een heerlijke gelegenheid om weer eens een dagje buiten te zingen. FC Utrecht is het nieuwe seizoen in de Eredivisie uitstekend begonnen. Uit tegen ADO Den Haag werd het maar liefst 0-3. Cyril Dessers was de grote man bij Utrecht. Hij scoorde de eerste en de laatste goal. Een andere nieuweling, Sander van de Streek, was ook trefzeker. FC Utrecht is door de winst de eerste koploper van het seizoen. Het is een betere seizoensstart dan ooit, denk ik, bijna. Sowieso ten opzichte van 2 seizoenen geleden. En ik geloof dat 9 jaar geleden is dat we de eerste wonnen. Dus ja, dat is een prima resultaat natuurlijk. Ja, en Den Haag wat heel opportunistisch en met veel strijd speelt. En Utrecht wat daar goed onder uitvoetbalt. Op de juiste momenten versnelt. Op de juiste momenten ook de goals maakt. En vooral ook geen goals tegenkrijgt. Op bepalende momenten in de wedstrijd. Ja. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Waardoor de sterrenregen te zien zou moeten zijn. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen periode met zon, blijft droog en dan 20 graden. En tot zover. Meer nieuws uit de regio vindt u in de app of op rtvutrecht.nl.